En als je nu naar mij draait? Hoofd klein beetje schuin? Wat is je kant? Zo ver gaat mijn nek niet hoor. En Linda Chantal, mag ik onderbreken? Ja? We zijn hier in Salon 0118. Klopt. Daar ben ik, dat is alweer denk ik 3 jaar geleden of zo, 2 jaar. Ja, toen Melanie en Alice, die gingen hier toen net naartoe verhuizen. Ja. En die zijn gestopt tenminste. Alice is helemaal gestopt? Of, wat ja, is die? Ja? Helemaal, of ja, eigenlijk zijn ze allebei gestopt. Ik heb het helemaal overgenomen van Melanie. En Alice heeft toen besloten, ja, die zat hier ook voornamelijk... als vriendin van Melanie en die had zoiets van, nou, ik vind het mooi geweest, dus ik heb nu helemaal overgenomen per 1 april, maar goed, nog niet. Ja, en maar Chantal Kerkhoven, want je had nog niet een eigen salon toch, of wel? Nee. Maar je bent wel al jaren kapster, of wie was je? Allebei. Allebei ben jij? Allebei, ja. Dus veel projecten gedaan en dat soort dingen en nu de grote stap gewaagd om het... helemaal voor mezelf te gaan doen. Ja, en we hebben natuurlijk net afgesproken, we gaan niet overal negatieve dingen, maar nee. We kunnen er wel eerlijk over zijn. Je bent wel in een rottijd natuurlijk begonnen, of je gaat beginnen in een rottijd. Ja, maar ja, laten we hopen dat het misschien toch iets eerder wordt als 20 mei. En ik vermoed dat als we eenmaal open mogen, dat we ook dag en nacht kunnen werken, dat iedereen heel graag naar de kapper gaat. Ja, ja. Dus al zou van 8 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds moeten werken, ik ga iedereen helpen, geen enkel probleem. Ja, en je hebt nu ook, dat zei je net ook, de tijd om te verbouwen, dus daar ben je nog mee bezig. Ja, we hebben alles gedaan. Het begint er nu op te lijken, maar er moet nog wel van alles gedaan worden. Maar het wordt steeds meer een kapsalon. En hou je een beetje hetzelfde concept als de dames, of heb jij zo je eigen aanpak weer? Ik, in principe blijft het wel een beetje hetzelfde. We deden heel veel kleuringen en heel veel hair extensions. En kleuringen kan ik ook wel zeggen dat voor mij ook wel echt mijn specialiteiten zijn. En, dus jij wacht met smart op het nieuws. En zodra dat nieuws er is, dan gaan we gelijk open. Ben je klaar om open te zijn. Ja. En nu sta je als een model en daar ben jij hiervoor. Want op dit moment ben jij overal bezig met het fotograferen van ondernemers. Ja. En dat is niet alleen voor je eigen belang, maar dat is ook voor een goed doel, toch? Ja, dus ik ben personal branding fotograaf. Dus voor ondernemers maak ik foto's dat ze dus online zichtbaar zijn. En ik denk dat in deze periode is dat super belangrijk natuurlijk. Iedereen zit online, of de meeste mensen zitten natuurlijk op hun telefoon. Dus als ondernemer is het dan belangrijk om jezelf te laten zien. En met een groep portretfotografen over heel Nederland zijn we in actie begonnen. Dus als je een portretshoot of een personal branding shoot koopt, zeg maar, dan gaat er een gedeelte naar de voedselbank. Dus dan steunen we gelijk de gezinnen die het ook super moeilijk hebben. En, Maar in heel Nederland, hoe moet ik dat dan? Ben jij dan de enige die dat in Zeeland doet bijvoorbeeld? Ja, of? Okay. Enige in Zeeland, maar over heel Nederland zijn nu deze actie. Een stuk of 20 fotografen. En dan willen we, ik doe dan voor de voedselbank Walcheren. En dan heeft iedereen zijn eigen voedselbank gekozen, zodat zeg maar alle voedselbanken gesteund worden ook. Ja, maar stel nu eens, ik ben een kleine ondernemer, maar ik ben wel een zzp'er. En stel nu, ik wil eens vastgelegd worden, want dat doe ik altijd zelf met mijn telefoontje. Ja. Maar stel ik wel eens een pro-shoot, hoe werkt dat dan? Nou, dan kan je dus, kunnen we een afspraak maken. Nou, ik heb een telelens, dus dan gaan we kijken wat een goede locatie is. Dus je kan op 1,5 meter, moeten we natuurlijk gewoon blijven. Dan gaan we kijken wat een goede locatie is, wat past bij je. Kunnen we ergens buiten of hier in zo'n locatie dat je wel gewoon de afstand kan houden. En dan maken we foto's die precies bij jou passen. Dat je dus echt kan laten zien, hey, dit ben ik, hier sta ik voor, hier geloof ik in. En dat jouw volgers dus ook zien wat je doet. Ja. En dat jouw ideale klant verliefd op je wordt. En uiteindelijk natuurlijk bij jou komt. Sowieso die zakelijke portretshoot, daar zit een bedrag aan. En daar krijg je dan 2 foto's bij. Dan gaat een 20% naar de voedselbank. Dat is best een redelijk bedrag. Die kan je natuurlijk sowieso doen. Wil je het met visagie, dan kunnen we nu even natuurlijk niet met visagie werken. Maar dan wil je het misschien voor een later tijdstip, dat kan ook. Maar wil je echt een hele shoot, dan kunnen we even bellen wat er bij je past. En als je met visagie, dan kan het zomaar zijn dat jij dat ook doet? Of heb jij daar een vaste partner in? Nou, ik werk heel veel met Sophie, maar ik werk ook wel eens met Chantal. Dus wie er beschikbaar is. Dus als je jullie in hebt, heb je ook nog wel een gezellige middag met jullie tweeën? Ja. Ja, maar dat zijn ook weer dingetjes, toch? Ik wil gewoon een gezellige middag. En, Zeker.
Maar ik heb altijd wel het gevoel dat als je gewoon in een prettige sfeer bent, dat je dan ook veel leuker op foto staat. Ja. Dat is ook. Anders zit je zo toch geposeerd en serieus te kijken. En, Nee, daar gaan we niet voor nee. Geposeerd. Nee. Het is echt, je moet je echt op je gemak voelen. En ik zie dat als mijn taak om je op je gemak te voelen en op je mooiste op de foto te zetten. Ja, nou dat is heel goed. Nou, duidelijk verhaal, dames. Nou, dan wens ik jullie allebei succes. Dankjewel. Jij met dit project en jij met dit project. Ja, dat gaat allemaal wel goed komen. Zeker. Jij hebt succes. Oké, goed weekend.